Het is een heel lang traject geweest, sowieso qua lengte. Maar is ook heel veel, heeft heel veel voet in de aarde als je in zo'n mooie plek als de Reide aankomt in de haven. Rondom de haven heel veel moet gebeuren. Waar mensen heel veel gewend zijn over lekker over het water heen kunnen kijken. Over vrij uitzicht hebben, dat soort zaken. En ondanks dat je weet dat het nodig is om ons veilig te houden. En om te zorgen dat wij met z'n allen droge voeten blijven houden. Zijn het altijd wel veranderingen waar je goed met elkaar over moet praten. Extremer weer. Extremere hitte. Langere perioden van grotere hitte. Maar ook langere perioden van meer neerslag. En neerslag in kortere tijd. Wij willen iedereen ontzettend bedanken. Vooral de inwoners, waterschap, de bouwende partijen die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Want het is ongelooflijk belangrijk voor Nederland. Een investering van ongeveer 85 miljoen euro. En dat is dan inclusief de keringen van Etten-Leur. Dus u begrijpt, het gaat ergens over. Want het gaat over u. Het gaat over honderdduizenden inwoners die we op die manier waterveiligheid kunnen bieden. En duizenden bedrijven die op die manier hun werk kunnen blijven doen. Dus heel fijn dat u met ons deze prachtige mijlpaal wilt meebeleven. Dames en heren, het project Verbetering Regionale Keringen is hiermee afgerond. En de waterveiligheid van de Mark, Dintel en Vliet is hiermee een feit. Dank u wel.